jacuzzi. Ja, kijk, we hebben weer een jacuzzi. Dan kunnen we weer een feestje geven. Welk feestje? Koolhydraten? Richard, we hebben nu eigenlijk de jacuzzi van ons dromen. Ik wil in de jacuzzi. Eerst gaan de ouders en dan pas de kids. Oh ja, vandaag is het barbecue. Laten we het alles klaarzetten. Oh ja, pap, ik heb Penny gevraagd. Omdat ik zei dat jij de vlees gaat drillen. Oh ja, en maak ook van die beroemde rib. Daar kunnen we ook Penny laten proeven. En dan gaat ze het misschien wel lekker vinden. Ja. Oké, ik heb straks wat werk te doen. Maar eerst wil ik gaan niet met jou over de jacuzzi. Oké. Kom maar erbij. Oké, eerst wil ik dat je een dansje doet. Loop, meid, loop. Ja, oké, kom. We gaan naar hier. Een paar minuten later. Oh ja! Zometeen komt Penny, het vriendinnetje van Gumbo. En je moet zometeen je beroemde ribs maken voor haar, oké? Ja. Kom je zometeen? Deze jacuzzi is niet te geloven, man. Richard, kom je zometeen? Ja. Oké. Echt serieus? Hallo, Richard. Wat? Wie zei dat? Ik, de jacuzzi. Ik ben aan het praten met de jacuzzi. Oh, man, leuk. Nu heb ik het epica in je hoofd. Nee, ik ben echt. Er is altijd zo'n sticker die je aan kan steken. En blijkbaar heeft je vrouw dat gedaan. Ja, ik zou zeggen, jij klinkt heerlijk. Hé, hij spijt me. Nee, ik hou van wanneer mensen scheetjes laten. Richard! Het is al middernacht. Hé, wist je dat de jacuzzi praat? Praat! June! Jij bent een gemeene! Richard, het is middernacht! Je hebt de barbecue verpest! We zijn gewoon allemaal naar Joyce Brokka zonder jou! En het is jammer dat Gumbo's verdientje niet die beroemde ribs van jou heeft kunnen proeven! Nou, dat is toch niet mijn schuld dat ik van de jacuzzi, ja? De jacuzzi kan praten! Ik denk dat... Oké, weet je wat? Ik ga nu uit, oké? Eindelijk! Ja, maar je hebt wel de barbecue gemist! Is niks. Ik maak het wel goed. Morgen gaan we dan de barbecue eten. Maar goed. Ik kan het ook goed maken tijdens de bed. Richard, hou op! Jaloers, de modus. Vermoord Nicole Warsen. Eerst de ouders, dan pas de kinderen. Maar dat zei je gisteren ook al. Ja, maar het staat gewoon niet lekker. Oké, daar gaan we. Zo, daar iets van. Ga weg voordat ik jullie hersen is geven. Penny gisteren ook de barbecue verpest. Klojo. Ja, Penny was voor niks gekomen, maar gelukkig waren we naar Joyful Burger gegaan. Oh, ik maak het goed. Hallo, Richard. Hallo, jacuzzi. Weet je, het is best wel fijn. Ik zal over mijn leven vertellen. Hoe ben ik zo terechtgekomen met stomme kinderen? Laat me even denken. Gumball heeft een groot, dik, lelijk hoofd. En dat is nog blauw, besef. En Dorn, eer of dat reden heeft hij benen. En Anaïs, ze lijkt te veel op mij. Richard! Je zat 3 uur over je kinderen uit te schilderen. En ook over mensen uit te schilderen. Ik heb nog niks over jou gezegd. Maar waar deze jacuzzi praat. Hey, hou je meer van mij of hou je meer van de jacuzzi? Wow. Waarom maak je hier zo drama van? Omdat je heel tijd in de jacuzzi blijft. De kinderen mogen ook zijn, weet je nog? Maar ik ben nog aan het testen. Het zit gewoon niet lekker. Je zit al dagen te testen. Je bent meer dan 1 dag hier lang. Je hebt je tanden nog niet eens gepoetst. Echt hoor. Nu wel. Waar is de tandenpasta? Oh, wauw. Heb je zeep? Want dan kan ik misschien dat gebruiken al. Richard! Oh, kom op. Wat zit hier nog eens achter daar? Jij moet er juist van genieten. Richard! Alsjeblieft. Je moet het niet verpesten. Bijna is het nog 20 jaar dat we getrouwd zijn. En dan... Ik dacht 10 jaar. Oh, man. Deze harnaat. Richard, bijna is het 10 jaar onze trouwdag.
En dan gaan we een mooi moment hebben met elkaar. En ik wil niet dat je het hele tijd... Ik hou stom met praten! Rick. Ik was naar de jacuzzi. Maar we houden toch van elkaar? Ik denk dat ik meer van de jacuzzi had dan van jij. Weet je wat? Dan ga ik dan weg. Ik ga helemaal weg. En je ziet me niet terug. En ik neem de kinderen ook mee. Ja, neem je oeverlelijke kinderen van je. Ah, jacuzzi, het is nu met z'n allen twee. Ik zal nog meer over mijn leven vertellen. Bedankt, man, dat we hier mochten blijven. Ja, jij en de kids mogen net zo lang blijven als jullie maar willen. Dank je. Hij was wel een goede en een stoere man. Maar blijkbaar zag hij niet zoveel van ons en houdt hij niet zoveel van ons. Die jacuzzi moest weg. Misschien gaat hij terugkomen, maar misschien moet hij het nog eerst beseffen. Ja. Wanneer gaan we naar huis, Gumball? Het is 3 uur geleden dat ik je zag weglopen van mij. En ik weet niet welke woorden ik moet uitspreken. Als wat ik weet, pap is weg. En kom niet meer terug. Nooit meer. Meer, meer, meer. We zullen nooit een ander van vinden zoals jij. Doe het niet, doe het niet, doe het niet. Oh papa, papa, we huilen. En dat is allemaal door jou. Ik zie je in de dromen. Elke droom. Elke nacht en nacht weer moet ik huilen. Oh, voor jou. Jou. Pap. Pap is weg. En kom niet meer terug. Nooit meer. What the... Je moet me vrijlaten, mijn familie heeft me verlaten. Laat me los, jacuzzi. Oh, dat gaat helaas niet gebeuren, Warnsen. En ik hoor bij elkaar. Ik ben niet zo aardig als mijn vader. Ik ben een crimineel. Alsjeblieft. Ik wil een beter leven dan hem hebben. Je moet me vrijlaten. We zijn vrienden. Je bent maar een voorbeeld. Ik kan toch niet mijn vriend zijn met een voorbeeld? Oh, dat kan wel. Want wij hebben het toch daar? Jij vertelde over je leven. Jij bent nep! Jij zit in mijn hoofd! Heet water! En ik denk dat de water heel haast gaat stromen. Nee! Stop! Oh nee. Wat heb ik gedaan? Ik mis de kinderen en mijn vrouw nu al. Je lijkt gewoon op je vader, Risha. Hoe bedoel je? Kijk naar jezelf. Nee, ik wil niet naar me kijken. Oh, ik ben best wel knap. Nee, ik bedoel... Richard! Je hebt je leven verspild aan een jacuzzi. Ik ben zwaar teleurgesteld in je. Ja, ja. Bah! Nee! Ik vermoord je, zijn woorden. Nee, je bent een slechte jacuzzi. Gaat iemand me dan te helpen? Ik voel iets in mijn hart, man. Wat gebeurt er? Het lijkt dat Richard hulp nodig heeft. Hij zit in gevaar. Ik moet gaan. Zeg tegen de kinderen dat ik gewoon even naar werk moet. Oké. Ja. Naar je werk. Ik denk dat ik koekjes gewoon moet bakken. Ja. Richard! Richard! Help me! Jacuzzi? Ja, je hebt een fout gemaakt. Ik wou eigenlijk al van het begin, toen jullie weggingen, wou ik eigenlijk van het begin ook al de kinderen in de jacuzzi. Maar toen heeft hij Ik weet het! Ik kan het voelen, Richard! Op een of andere reden. Volgens mij omdat we getrouwd zijn. Omdat ik je een speciaal ring heb gekregen. En daar kunnen we elkaar voelen hoe we ons voelen. En wat er aan het gebeuren is met ons twee. Ik hou van jou! Ik hou van jou, Nicole! Ga nou, Jacuzzi! Blijf maar af! Mijn oor!
Ik wilde wel die barbecue doen, maar die heeft nog geen korrekte verteld. Het direct alle informatie en zelfs ook over mijn privéleven. Tenminste, zijn we bij elkaar? Ja. Laat ons met rust. Wat wil je van een jacuzzi? Jij verrader. Als ik je niet krijg, krijgt niemand je. Richard. Bas. Nicole. Dank je, Richard. Je hebt mijn leven gered. Dat is wat een echte man voor zijn vrouw zou doen. Laten we de kinderen gaan halen. Zitten bij mijn moeder. Als we het nu een keer te laten, zijn we gaan. Je ziet ons echt schorsen. Anders kunnen we nooit meer naar school gaan. Alleen als het niet echt een groot probleem is om nooit meer naar school te gaan. Ja, maar we krijgen een slechte toekomst, hoor ik. Oudje, ik ben ook te laat. Ik zie jullie op school. We moeten snel zijn. We zijn er. Oké. Oudje, hoe kom je al zo snel? Oh, mijn oom Mario heeft me hier gebracht. Mario? Wie is Mario? Dat is mijn oom. Wat? Dan ga je met die bandjes voor draken en een prinses als wrijf? Ja, die ja. Ken je mijn oom? Ja, hij is beroemd. Waarom kennen we hem dan niet volgens jou? Oh, ik dacht gewoon dat iedereen altijd alleen mijn vrienden wil zijn omdat ik gewoon een beroemde oom heb. Wat? Dus je hebt echt een oom die Mario is? Uitkant. Mag ik met je trouwen? Wat? Jij bedoelt daar toch mee je vriend zijn, hè? De meeste jongens vragen ons niet om mee te trouwen. Omdat jullie raar zijn. Wat is dit? Weet je wat? Dit is zo raar. Ik ga gewoon weg. Dus, wat wordt het? Oké. Maar dan moet ik eerst jou testen. Of je wel een goede vriend voor me bent. Oh, dit wordt geweldig. Ik ga alsof ik zijn vriend ben. Oh, alleen om die stomme oom van hem te... Test! Ja, oké, we komen. Ik kom. Oké, dus. Wat is de eerste test? Hallo? Kijk, deze jongens hebben ruzie. Wat? Je zo'n ruzie gemaakt? Oké, we gaan nu met z'n vechten. Ja, kom hier dan, je boomhoofd. Kom hier dan, je kleintje. We hoeven niet echt te vechten. Ik ga zo van, je klap geven en je doet zo. Oh nee, kamer, je doet me pijn. En dan ga je zo van neer en dan. Wat doen? Oh man, dat is gek. Volgende test! Oké, dus. Omdat jij, als je een echte vriend van me bent voor de test, is dit eigenlijk ook echt mijn vraag. Of ik je kan vertrouwen met mijn echte naam. Wat? Is Ojo niet jouw echte naam? Oh nee. Mijn echte naam is... Harry Tandenstoker. Heb je buikpijn? Weet je, Harry tanden stoken, dat is iets wat je echt in je tanden moet stoppen. En Harry is een naam dat echt nerd is. Nerd. En als mensen het grappig vinden, dan ga ik ze ontastbaar en slapen. En weet je, ik slaap nog steeds met mijn babydek. Ik draag dus dit een tutut en een pamper. Laat het test 3 doen. Man, je gaat heel sick, man. Dit lijkt niet echt een test. Maar ja, het is wat ik... Wat? Waarom? Omdat jij een pank hebt op je hoofd. Maar nee, ik heb het niet. Het was Jamie. Waar ben je? Ben je bang? Wat? Ik heb je zak omhoog. Hey, Gumball. En bedankt dat je me niet had geklikt dat ik echt iets had gedaan.
Wel heel slim van je. Want als je mij had gekozen, dan kon ik je niet vertrouwen, maar je koos iemand anders. Heel goed, Gumball. Nou, ja, daar was ik ook bereid voor. Je vriend. Oké, weet je wat de tijd is? Dat je morgen mag je Mario zien. Echt waar? Na dat je Darn hebt opgeofferd. Gast! We zijn beste vrienden en dat zei je zelf. Ja, maar zo ik moest dit ophangen. Zoals Ocho en ik. Ja, Mario kunnen ontmoeten. Ik heb een vraagje. Ik bevind het Ocho of. Nee. Jij bent altijd mijn nummer 1. En jij ook altijd de mijne. We beste vrienden sinds jij niet elke dag. Dat is waarom alles wat ik doe. Oké, doe maar je ding. Oké, dank je. Want nu ga ik eindelijk Mario ontmoeten. Waar, Gumball? Ga je hem hierna verraden als... Nee, ik ga gewoon... Ja, eigenlijk wel. Ik ga gewoon voor trekken samen en dan loop ik weg. En dip. Wow, anders ga je dood. Nee. Ocho is niet zo snel als ik. Dat heb je al gezien. En weet je waarom Tobias een paar dagen niet gekomen was? Ja, we gaan de laatste alleen maar met Joe. Wat is er met Tobias? Nee! Heeft hij veel meisjes gekregen? Nee, het is iets ergs gebeurd. Wat? Zie je, trouwens, ken je Marlon Chappell? Nee. Precies! Wist je dat hij eigenlijk ook alleen voor foto deed? En toen helemaal niemand kent hem meer. Iedereen is hem vergeten. Oh mijn god, wat heeft Ocho mij gedaan? Iets ergs. Hij heeft hem ergens gestuurd naar een wereld dat niemand kent. Een wereld waar... Oké, gast. Maar met die top is overdreven. Het is meer zo. I love life for the last time. Weet je wat? Red jezelf maar. Oké, maar het staat om maar te doen. Bing bang bang. Bing bang bang. Oh, fijn. Gumball, maatje, je bent er. Kijk, dit is mijn oom, Mario. Hallo. Mijn naam is Mario. Hey Gumball, heb je een foto gemaakt? Video gemaakt? Een handtekening gevraagd? Ik kon het niet. Wat? Waarom niet? Je wou hij het stond toch? Daar en opeens hij zei... Hé, ik ben het, Mario. Terwijl het is een Italische accent. Hé, ik ben het, maar... Volgens mij is dat een neppert. Hoe bedoel je? Volgens mij is het gewoon... Hij lijkt zo dik en mollig. Ik weet wat er aan de hand is. Dat is... Karma, jij moest niet Ocho gebruiken als vriend. Jij bent een zak. Wat? Weet je wat? Dat is gewoon de waarheid, weet Gumball. Ik ga hem nu dumpen. Wat? Nee, Gumball. Je maakt een grote fout. Je moet juist het op een goede manier hem dumpen. Op een goede manier. Maar hoe dan? Misschien wel op een... Weet je wat? Ik heb echt geen idee meer. We willen zeggen wat een fijne vent. Moet weten dat je dat niet bent. Vind je echt een slechte vriend? Want volgens mij heb ik dit niet verdiend. Nog geen vaarwel. Nee, bedankt, zoals je dit neemt. Tel hem op school dat je met hoofdlessen zit. Sturen ze je weg met wc. Blijkbaar zitten ze je morgen vast. Ja, vol het kelder of een kledingkast. Kan niet slapen, want het is een feit. Ik ben zo bang dat je mijn oor afbijt. Onder oor hoor ik niets. Ik zeg niets. Awee. Als je me vermoord, heb ik gewoon veel pech. Dan heb ik eindelijk rust. Voordat je weggaat op de plaats of de noordkust. Ja, of ik laat je gewoon arresteren. Dan zorg ik een baan in je. De mijne. Scheep je een sarcofaag. Laat je achter een kebab of gegrilde grijnen. Niet te vreten. Ik vraag je pa om je dumpen bij de snelweg. Hoop je in je kooitje. Ben je eigenlijk vrolijk weg. Op dat je ontploft met een hard geluid. Stuur je naar een brief in Peggy staan. Hebben
de bruid. Ik zeg niet bye bye. Geef je me nog veel lawaai. Wil je nooit meer zien, want het is te riskant. Ik zeg, let mijn lot in jou, mijn hart. Gast, wat doe je? Ik wil geen vrienden gewoon met je zijn. Ik deed eigenlijk net zoals de rest, als dat je oma die kant moet. Wat doe je? Waarom sla je me niet? Of vermoord je me niet? Oh, er is eigenlijk gehoord dat ik een erg vriend ben, maar eigenlijk ben ik niet zo. Ik ben eigenlijk een aardig ventje. Maar ja, maar gelukkig deed je gewoon niks bij mijn andere oom. Maar ja, ik ga nu golfclubben met mijn andere oom. Andere oom? Wie is dat dan? Oh, je weet wel, de ene met de blauwe egel. Denk maar niet over na.